Het huisje waar wij wonen is niet al te mooi. Van leem en nieën gestoken en een dak van strooi. Van meubelen wel voorzien, maar ik schoot in mijn lach. Ik zal je eens vertellen wat ik daar allemaal zag. Een tafel met drie poten en een pispot met een scheur. Een stoel in nieën gestoken stond al achter de deur. Een theepot zonder houvast, de stoof met leem beplekt. De bak was zonder kolen en de lamp was zonder smoutje, loge, valderie. De vader was de pangeraar. Die zong ook altijd, ook al als ze gedronken had en zo. En dan werd er meer gezongen. Stefan kan ook goed zingen. Het zit een beetje in de genen daar. Hè? Want de vader had ook altijd in de kerk het koor gezongen, geraar. Hè? En vroeger, als hij jong was, dan zong hij ook. Maar die ouders van Geraar, die hebben ook café gehad. En het is zo dat dat begonnen is, denk ik, dat die beginnen te zingen zijn. En wat nu, Stefan zijn dochter, zingt ook al. Hè? Dat zit zo toch wel een beetje in hun genen, hè? Dat zingen. Terwijl ze café miek, zat zij al in de hoek. Het vuur begon te knetteren en de vlam... Als je hoort zingen, beginnen te zingen. Ja, dan zing je mee, hè. En als je de liedjes kent, ja, doe maar mee, hè. Loge Valderiedera, hopsasa. In 1940 is een café hier opengegaan, mei 1940. Ik had soldaten met een oorlog opengebroken. En dan waren het de beste 5 jaren die ze café gehad hadden. En ik zei van 49, ik ben in 28 december geboren. En mijn vader zei altijd, jij bent de 27e geboren. Maar toen was ik te zat om de aan te geven en daarmee is het een 28e geworden. Maar dat was maar een grapje, zal ik dat zeggen. En ja, ik ben hier geboren, dus zo had mijn 2 broers, hè. En toen was het maar café, of zomaar een klein café. Je moest alleen maar een paar tafels hebben voor kort, hè, te kort, hè. Na de hoogmis of na de dingen. En ja, dan zijn de jongens die beginnen een koers te rijden, als ze 16, 17 jaar waren, hè. En die hebben daarmee de café helpen groot maken. Omdat elke dag koers was in een tijd. Hè. Dat ging de ene rij, dat ging de andere rij. Zeg, was het van in het begin Café Modern? Was dat de naam nee, van in het begin? Nee, nee. In de tijd was het is Café Trapste binnen geweest. Zo is het begonnen. En dan daarna Café De Witte. Dan heeft mijn naam nog eens opgestaan. Hè, met Simon in een tijd. Hè. Maar dan ook... In 1957, als ze het café veranderd hebben, was het café modern. En zo is het gebleven. Omdat het toen nog altijd heel gemoderniseerd ja, was. Toen was het gemoderniseerd. Hè. Ja, ja. Nu is dat niet meer, maar ja. Hè. Ja. Het is allemaal altijd gebleven. Omdat de verenigingen er ook allemaal in gewerkt hebben. En ja, zo gebleven. Hè. Voetbal modern, biljart modern. Hè. Simon, je zei dat uw ouders het café hebben gekocht in 1940. Dat ja. Is juist bij het begin van de oorlog. Ja. Waren dat dan geen zware jaren voor een café? Ja, dat wisten ze toen niet dat een oorlog ging uitbreken. En ze hebben altijd gezegd, ik heb dat ook niet geweten, dat het de 5 beste jaren waren. Ja. Dat het café toch draaide? Ja, ja, ja. Ook van de Duitsers kwamen ook. Ja. Om dat te horen zeggen. Natuurlijk, dat is voor mijn tijd geweest, hè. Ja. En dan zijn de mannen beginnen gekoers te rijden. En ja, dat is die op de andere gekomen, hè. Simon, kun je een keer vertellen hoe dat voor u was? Want je ging ook naar school als masker. Ja. Combineerde jij dat dan met café houden? Ja, toen was dat zo, hè. Maar, ja, ze hielpen allemaal ook, hè. De mannen hielpen en mijn vader hielpen, hè. Allemaal, en je bent ook maar tot 14 jaar. Hè.
toen was dat zo. Hè. Je moest je schoenen aan en je moest met café doen. Hè. Je moest je talonnen aan en je moest met mee café doen. Hè. Ah, je kwam van school, ja, ja, je veranderde je schoenen en hop. Ja. En je vond dat fijn om café te doen? Ja, dat was zeker plezant. Hè. Er kwamen dan jonge mannen en zo. Hè. Was zo, hè. Die kwamen speciaal voor u? Dat weten we niet, hè. Dat weten we niet, hè. Vriendinnen kwamen hier dan ook in een tijd en ja, daar komen er ook veel naartoe, hè. Ja. Maar ondertussen zitten we hier nog, hè. Gelukkig maar, hè. Ja, ja, ja. Gelukkig maar. Ik heb maar één dochter, ik heb twee kleinkinderen, maar ik denk niet dat het verder gaat. Ik denk het niet. Maar hoopt je van wel? Nee. Natuurlijk hoop je dat, maar dan moeten ze met twee achter staan. En als je dat niet met twee achter staat, moet je daar niet aan beginnen. Ze hebben allemaal goed werk. Hè? De dochter, de schoonzoon, de kleinzoon, allemaal goed werk. Dat ze dat maar doen. Zeg, en je zou het niet willen doorgeven aan iemand anders? Ja. Dat weten we nog niet, hè. Ik ben nog niet ontdekt van mijn Latijn, hè. Geef dat zo nog maar niet aan, hè. Alhoewel, ik heb een beroerte gehad, hè. En voor die beroerte was dan 15 maanden, heb ik dan gesloten gehad, wegens corona. Mm-hmm. En dan heb ik twee huurders gehad en één koper. Ah, ja. Ja, ja. In die periode, en ik wilde dat niet, en dan heb ik een beroerte gehad. Ze zeiden niet altijd wel, hè, het opgeven. Nee, ik heb het niet opgegeven. Ah ja, maar er was wel interesse in het café. Ja, interesse, ja. Twee huurders en één koper. En die koper zegt nog altijd dat het bod blijft. Nee, nee. Zover zijn we nog niet. Wat moet ik dan gaan doen? Hè? Op een appartement ergens zitten? Nee, dat gaan we niet doen. Hè. Nee, nee. Jij blijft erin staan zolang dat je ik denk het. Ik denk dat ze me hier moeten buiten dragen, ja. Ja, ik hoop dat. Ja. Ik hoop dat. Die kwam hier aan en ja, 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 ik werd ook verliefd, maar dat mocht niet, hè, in een café. Hè. Je mocht niet verliefd worden op die jongen, want dan bleef de andere weg. Hè. En dan had mijn vader dat niet graag. En dan ja, werd je de deur verwezen. Hè. Ja. En dan nog maar de deur verwezen, nog eens teruggekomen, nog maar de deur verwezen. Ja, en dan blijven ze weg. En dan hebben we ieder apart hè, gegaan. Hè. Hij is getrouwd, ik ben getrouwd. En nu 25 jaar zijn we elkaar er terug tegengekomen. Aha. En toen, ja, toen ging het verder. Hè. Toen was er niemand meer die ons kon tegenhouden. Hè. Ja. En dat is nu, ja. En nu zijn jullie nog samen? 3 of 24 jaar geleden, hè. Ja. Met uw eerste grote liefde. Ja. Ja. Dat huurde nog, hè. Je hoort dat nog zeggen. Hè. En hij had dan twee kinderen en ik had een dochter. En ja, het is zo. Ze hadden toen een boete, ja, anders moeten aangepakt hebben, hè. Want we zijn wel wat verloren geweest, hè, op die jaren. Hè. Maar ja, het is zo, hè. Heeft er altijd een jukebox gestaan? Ja, heel vroeger stond je daar zo, hè. Heel vroeger ook. Maar dan had je wel een 20 jaar weg geweest, hè. Dat was duur, wat singeltjes kopen. Je moest tax betalen. Elke week een nieuw pretje, hè. Dat kostte veel. En toen kwam die vrijzenders op de radio, hè. En dan hebben die vrijzenders beginnen te spelen, hè. En de jukebox verkocht. Zo gezegd weggegeven aan iemand van Diepenbeek, zal ik nog niet vergeten. Ja. En je ging dat toen in de living zetten. En dan heb ik, over de jaren 5, heb ik deze gekocht terug. Hier stond vroeger een sigarettenautomaat. En toen heb ik die
Maar ik moest ook een kleine zoek, zeg maar. Hè. En een nauwe. Heb ik die hier gezet. Je sigaretten heb je buiten gesmeten? Ja, voor de zoek. Ja, toen was dat, dat we niet meer mochten smoren en zo. Hè. Ah, ja, ja. In een café en ik zei, dan zoek hem altijd maar weg. Hè. En wordt die veel gebruikt? Ja, ja, ja. Ja. Wordt regelmatig gebruikt. Zo'n zottigheid, de zoekhoeksoep. Ook de jeugd. Want de jeugd die lopen tegenwoordig naar rommelmarkten. Hè? Mannen van in de 20 jaar en die hebben regelmatig een platje bij. Oh ja, soms wil je dat erop zetten, ja, dan zet ik dat erbij op. Hè. Komt er zo in het weekend meer jeugd over de ja, vloer? Ja, ik heb veel jeugd, ja. Ook. Oh. Ja, dat is ook met de kleinzoon. Hè. Kleinzoon is 21 en die zit er allemaal bij. Die zit hier, ja, dus een avond zit hier met 25 man. Allemaal jeugd. Grave mannen. Die helpen me allemaal. Hè. Ja, ja, met plateaus. Ja. Je krijgt hulp van je klanten? Ja, ja, ik krijg hulp van mijn klanten. Allemaal eigenlijk. We helpen allemaal. Anders kan ik dat ook niet meer doen, ook niet. Het is te. Zeg, het is hier heel duidelijk een sportlokaal, hè? Ja. Ook een fanclublokaal van verschillende renners. Ja. En gelijk Jasper Philips, hè. Veel van lokale Robbe sporters. Ja, ja. Ah, Robbe Gijs, voilà. Ja, ja, Robbe Gijs. Timmeke Seelen. Ah, ja. Hij is nog wereldkampioen geworden, hè? Ah, ja, voilà. Die rijdt hier ook mee met de toeristen. Hè? Ah, ja. In een vrije zondag rijdt hij hier mee met de toeristen. We zijn aan drie wielen, hè? Ja, 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 ja. Ja. Dus het werk van uw broers wordt eigenlijk wel wat verder gezet ja, op die manier. Ja, ja, dat is zo, ja. En jij hebt een groot sporthart. Ja, wel, ja. Want het is niet alleen koers in een keer, hè? Nee, ook... het is ook voetbal, hè? Voetbal ja. Ook, hè? Een biljart. Ja, ja, en ik heb ook nog zelf een voetbalploeg, hè. Die bestaan ook al bijna 40 jaar, hè. Of een 83 of zoiets. Een voetbalclub. Ah, ja, ja. Ja. FC Modern. FC Modern, ja. uw eigen club. Ja. Ja. Geweldig. In veel cafés hangt de spaarkasken. Maar in veel cafés is dat niet meer in gebruik. Is dat hier nog actief, het kasken? Ja, ja. Hier is dat nog actief. Heel actief. Ah, ja? Ja, ja. Want, ja. Ze vragen altijd, is er plaats? Is er plaats? Komt er plaats over? Komt er plaats? Dus die 64 kottekens zitten vol? Die zitten vol, ja. Ja, die zitten vol. En op sommige zitten er, nu bijvoorbeeld, ik zei de jeugd, die kunnen al 25 een kasken krijgen. Ja, dat gaat niet, hè. Ze die allemaal in één kastje ah, ja. En dat wordt verdeeld voor december onder elkaar. Hè. Ja. Ja. En wat doen ze dan mee? Is er dan een groot feest? Of? Ja, ja. Volgende week gaan we al feesten, hè, van het spoorkastje. Dan gaan we dan naar Makelhoeve en dan gaan we dan eten en drinken. Hè. We vertrekken met de bus. Dat is wel plezant, hè. Wat zijn de prijzen hier voor een pintje of voor een strafbierje? Jongens. Strafbierken betaalt je 3 euro. En per puntje is 1,50 euro. Als je naar de stad gaat, is het al meer dan 3 euro. Ja, maar ze moeten niet naar de stad gaan, hè. Ze moeten hier blijven. Hè. Dat was altijd wel iemand die ging koersen, ofwel mijn ja. Broer Julien, ofwel ik. Ja, en dan was dat ja, soms maar 2 plekken vrij in de auto en dan zouden ze met 4 willen meegaan. En dan waren er de lange dure paar zo, ja, die ook een auto hadden, die ook mee naar de koers gingen. En, zo. En dan was dat ja, na de koers dan bleven ze hangen en dan was dat punten drinken en de verhalen vertellen van onder de koers en zo. En, met ze hadden ze de palm bij, hè? Ja. En toen was dat nog. Palmen, hè? Je wilt dat niet tegen de muur hangen, hè? Gewoon vol palmen in de tijd. Ja. Als ze wonnen, kregen ze als de palm. Als ze wonnen, kregen ze de palm. Hè? En dan waren ook sommige de plaatsen waar je dan ieder jaar ging rijden, waar dat het traditie was dat je dat palm daar liet. Bij de mensen waar dat we ons mochten omkleden, want dan zaten we soms maar in een betonnen brak, waar dat de wind doorschoot met een emmer koud water. En dan waren dat plaatsen waar dat we eens in de verhandelzijgen mochten omkleden. Want dat was, toen was er eigenlijk geen probleem ergens je omkleden voor de koers. Maar ja, je zat soms met 25 man
En dan stond iedereen in zijn bloot eigenlijk zijn gat te wassen. Hè? Maar nu, als je dat nu doet, steken ze in een bak. En dat was dan, ja, dat had ook zijn folklore, hè? Dat was zo, ja. Ja, ja. En na de koers kwamen de mensen dan naar hier? Ja, ja, die mee naar de koers gingen, die kwamen al een paar punten drinken, soms veel, hè, like dat is. Maar de tijden, ja, dat was toen in ieder dorp had je coureurs, ieder dorp had je koers. We kosten, ja, wij reden in die tijd als amateur 120 koersen per jaar. Dat was geen aardigheid. En zo, ja, dat was toch allemaal, in die tijd was het toch avontuur. Ja. Echt waar, dat was... Maar ja, dat is ja, schone tijd geweest. Schone jeugd. Maar ze hadden het er bang van, hè. Als we naar de koers gingen, hij kwam aan de start, dan hadden ze er bang van. Ja, dat was een hele rappen, hè. Ik had mijn voordeel. Ik ben liever spreken, ik kost geen brug over. Maar ik was een hele rappen dan de meid. Een sprinter. Ik was een echte sprinter, zo. Ik zal zeggen, 20 keer een gat van 100 toe rijden in een koers, dat ging vanzelf. Maar als ik alleen 30 seconden moest toerijden, dan moest ik passen, dat kon ik niet. Dus ik kon een kort stuk heel rap rijden. Ja, in de jaren dat ik jong was, waren er 13 cafés, hè, in Duin. En nu zijn we nog alleen overgebleven. Buiten de feestzaal, ja, dat is er dan nog wel, hè. We zijn achteraf ook gekomen, hè. Het laatste café. Ja, ja, ja. Toen waren er meer cafés als huizen, hè. En nu staat het vol huizen en geen café meer, hè. 13 cafés. Maar ja, je zit al hier. We zitten al dikwijls aan de vierde generatie mensen, hè. Hè? De ouders, ja, vier generaties. Van de grootouders tot de kleinkinderen, hè. Ja. En dat maakt het schoon, hè. Dus dan zeg je, hè, mijn ouders zijn hier gekomen, mijn grootouders. Hè? Mm-hmm. Ja. Mag ik voor u een liedje zingen, Simone? Oei, dat mag zeker. Dat mag zeker. Als dat schoon is, waarom niet? Hè? Ik hoop dat je het schoon vindt. Maar ga jij dat doen? Ja. Allee, dat is goed. Ik heb het gemaakt voor u. Ah, wel, dat is heel goed. Dat is heel goed. Koersbloed in haar aderen, Deun in haar hart. Ze geeft niet op, Simon, ze draait goed mee. Ooit waren er hier 13, nu is er nog maar één. Café Modern laat ons nooit alleen. Simon werd hier geboren, de jongste van de drie. Getogen aan den toog en gij ziet ook wat ik hier zie. Een vrouw met zoveel liefde voor de mensen om zich heen. Café Modern laat haar nooit alleen. De warmte en de gloed. De jukebox brengt de beelden uit de 60's met zich mee op het ritme van de koers. Zijn wij hier nooit verloren? Hier vinden wij ons weer. Haar broers waren de helden op twee wielen van de streek. Ze vertelden hun verhalen en de maskers werden week. Het volk stroomde in grote getalen hierheen. Café Modern, het was alle dagen feest. Haar eerste grote liefde, daar mocht ze toen niks mee. Maar oude liefde roest niet, want plots was hem daar toch weer. De sintels van de passie glijden op zoals weleer. Er is niemand die zijn eerste lief vergeet. De warmte en de gloed. De jukebox brengt de beelden uit de 60's met zich mee op het ritme van de koers. Zijn wij hier nooit verloren? Hier vinden wij ons weer.
koers bloedt in haar aderen, deun in haar hart. Ze geeft niet op, Simon, ze draait goed mee. Ooit waren er hier 13, nu is er nog maar 1. Café Modern, laat ons nooit alleen. Café Modern, laat ons nooit alleen. Simon, laat ons nooit alleen. Deun, laat ons nooit alleen. Merci, Simon. Ja.